We zijn bij Richie in Overschie en die maakt de meest fantastische Feyenoord-tato's. Dus daar moeten we hem eventjes over aan de tand voelen. Ja, ik heb altijd goede tato's over Feyenoord. Het is natuurlijk sowieso de clubliefde, de stad. En ik heb heel hoop tato's gezet met... mensen die overleden zijn en die jarenlang naar Feyenoord gingen. Met emblems erbij, met logo's, wapens. Ja, dat vind ik wel de mooie tato's, zeg maar, van Feyenoord. En je bent zelf ook een die-hard supporter. Nou, doe je buiten tatoeëren, had je ook nog een kleine carrière switch gemaakt? Welkom bij de muziek. Ja, zeker. Ja, een beetje met de muziek inderdaad. We hebben een nummertje gemaakt voor Feyenoord, inderdaad, Groet uit Rotterdam. Voor vorig jaar voor de bekerfinale. We hebben hem opgetreden in de Kuip zelf. En op zich is dat ook hartstikke leuk, weet je. Dat is gewoon een zijdraadje van alles. Jij kan zeggen wat je wil oordelen. Voorspelen, word. Wij winnen voordelen. Iedereen draagt de stad zonder hart. Apart in zijn vak en geen dag is gepast. Je moet niks, je mag het. Jij stopt en denkt fuck it. Maar ik ben rood-wit elke dag en ik pak je. Dus voor de open dag kunnen ze jou wel bellen? Dat sowieso. Dat zou natuurlijk ook wel heel kick zijn. Is altijd tof, tuurlijk. Super tof. Ja, Europese wedstrijden zou ik zeggen, doe dat. Maar ja, ook dat gaat natuurlijk wel weer even duren. Maar in plaats van Lee Towers... Ja, dan zijn we wat toe aan vernieuwing, zou ik zeggen.